Hallo allemaal. Hallo. Dag PlayStation Pure bezoekers en fans van Homefront. Homefront liet al een weekje in de winkel rekken en vandaag zijn we weer met een kick-off van. En zoals jullie weten, vorige week heb ik gezegd dat we met een vervanger bezig zijn, want Manu is dus tijdelijk afwezig. En deze keer worden we weer vergezeld door Sam, maar het is niet dezelfde Sam. Het is de Sam die jullie kennen van Battlefield, Bad Company 2 van vorig jaar van de kick-off en Heavy Rain en Just Cause 2 en nog een paar games. Maar nu Homefront dus, een game die eigenlijk lang verwacht werd en ook in het PlayStation boekje nogal opgehemeld werd in previews. Niet alleen daar natuurlijk, het was in verschillende media outlets. Kom hier, ga. En waarover gaat het? Het zijn de Koreanen, dus zowel Noord- als Zuid-Korea. Ja. Die samen Amerika binnenvallen. Ja, daar komen we toch neer. Dat is het. Dat is ook het verhaal van de singleplayer. Waar dat enorm veel ook over. Oh, die on my knife. Waar dat veel over geschreven werd en zo, over de singleplayer. En jammer genoeg is eigenlijk de singleplayer het mindere deel. Ja, meteen even vermelden, dus toen ook in de multiplayer momenteel. Ja, dat was misschien al wel duidelijk. Dat was waarschijnlijk al duidelijk. Dat je overal usernames ziet en control points. Dus de singleplayer, als je daar een stukje van wilt zien, klik dan hierboven op de link. En die gaat dan jullie leiden naar de Eurogamer kick-off, waarin dat we zo een stuk singleplayer tonen met een vrij memorabel stukje uit de campaign. Maar voor de singleplayer zou ik hem dus absoluut al niet kopen. De singleplayer is erg kort, 5-6 uurtjes, dus hij is echt wel snel uitgespeeld. En vrij herspeelbaarheid, laat ons zeggen. En ja, als je alle memorabele stukken dus eruit haalt, zoals je dus zal zien in de kick-off van Eurogamer, dan wordt eigenlijk alles gewoon herleid tot een gewone middelmatige singleplayer ervaring. Uh-oh. Ouch. Je bent dood. Ja, neergeschoten door een bazooka. Je hebt gezien, kan hier klasses kiezen. En met de punten die ik verdien, kan ik ook inserten met een soort van voertuig. Dus ik ga nog eens mijn Humvee pakken. Hop. Voilà. Jepla. En daar kan een gunner in. En dan gaat hij met mij samen schieten en dergelijke. In de vernieling rijden. In de vernieling rijden. Als ik hier de bad guys ergens vind. Maar hoe kan je de multiplayer eigenlijk het best omschrijven? Laten we zeggen, als een soort van mix van Modern Warfare. Met al de uitbreidingsmogelijkheden. En het feit dat je voertuigen en wat nog allemaal hebt. Van Battlefield Company 2. Dus dat is eigenlijk de meest accurate beschrijving als je het moet vergelijken met andere games. Mooi. Hetzelfde genre en ik word totaal hier kapot gemaakt, man. Run, boy, run, run, run. Allee, ik was er bijna. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet goed genoeg. Of zij zijn veel te sterk. Okay, ik kan ook. De musical is voor een andere keer. Ja. Ik probeer intussen nog wel iemand neer te knallen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste modi in multiplayer? Ground control, dus een soort van area control, dus met bepaalde strategische punten op de kaart die je moet zien te pakken te krijgen. Een soort van team deathmatch in en een deathmatch. Dat is het eigenlijk. Maar klassiek. Van de twee is de singleplayer de minste. Dus zeker daarvoor niet kopen? Nee, voor de singleplayer zou ik hem niet kopen en dat is eigenlijk de grootste teleurstelling eigenlijk aan de hele game. Want daar werd van gezegd van, Half-Life nog allemaal vergelijken en doortrekken. Ziezo, we zijn even ergens anders gestart. Ja, andere match. Dus we gaan verder concluderen intussen. Terwijl we deze, hoe heet hij? De Can Bandit volgen. Dus Can Bandit is juist naar boven gelopen en jij niet. Dus ik zei van die singleplayer, nee, ik ga hier de ladderke nemen. De singleplayer, daarvoor zou ik hem dus niet kopen. Het is te kort. Graphics zijn trouwens ook niet bepaald op punt gesteld. Voor de rest, de audio is wel oké. Maar qua graphics heb ik echt wel beter gehad. Jepla. De multiplayer. Ik zeg het, de multiplayer heeft echt wel de meest herspeelbaarheidswaarde en ik zou hem daarvoor ook kopen. De magazine geven ook altijd een score mee in de PlayStation Pure kickoffs over de games, maar aangezien dat een OPM pas de komende week in de winkelrekken ligt, kan ik geen score meegeven. Dus wil graag de score wilt weten, kopen, 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 kopen. En als je een abonnee bent, wachten. Tot de post zijn werk eens doet. Maar wij kunnen wel intussen al misschien gokken wat de score kan zijn. Wat denk je dat de score gaat zijn? Wel, gebaseerd op wat de game uiteindelijk is geworden, het is al bij al misschien, vooral qua singleplayer, een lichte teleurstelling. Op zijn minst.
Dus dan zou ik toch wel afgaan op een 70. Het is een leuk spel. Voor even, voor de eerste keer is het echt wel een leuk tussendeurtje, maar er komt beter daar uit. Stopt het. Er komt beter uit. En toch qua singleplayer. Qua multiplayer zet je er wel even mee serieus zoet. Dat geef ik wel toe, want er is een heel systeem om natuurlijk weer je experience points te investeren en te verdienen en betere wapens. En je kent het hele principe wel dat intussen al zo populair is geworden door Call of Duty en dergelijke games. Knifed you, boy. Kijk eens, jongens. Ik zeg het, je ziet het. De beelden spreken hier voor zich. Het is intens. Het speelt vlot. Multiplayer is very good. Singleplayer is een pak minder. En als je daar dus graag een stukje van ziet, link, Eurogamer. Mooi. En nu ronden wij af. En dan zien we jullie graag volgende week terug. Tot ziens. Voor een spel dat een beetje rond een crisis draait. En daarmee heb ik nu eigenlijk al heel de titel gewoon verklapt. Ja. Goed. Maar dat is een weekje wachten. Nieuw. Oké, tot de volgende.